Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hemelboek. Hemelboek.nl houdt herinneringen levend. Maak ook voor uw dierbaren een pagina aan op Hemelboek.nl. Want ook uw dierbaren mogen nooit vergeten worden. Heeft ze euthanasie gepleegd? Of... Nee, toen ben ik om 1:30 geroepen. Heb ik de huisarts gebeld, omdat ze ontzettend paniek was om te stikken. Toen ben ik om 3:30 naar bed gegaan weer. Want ik moest naar bed van de thuiszorg. Want ze hadden me de dag erop nodig, zei ze. Ja, om 10:45 roepen. Het was al gebeurd. Hebben jullie nog iets tegen elkaar kunnen zeggen? Nee. Of heeft ze je aangekeken? Ze heeft me al aangekeken en ze heeft nog gesmeekt. Help me, help me. Maar ik kon niet helpen. De huisarts kwam. En die heeft toen een spuitje gegeven. Het is ingeslapen en gelukkig niet meer wakker geworden. Haar angst was om te stikken? Ja, omdat de longen ook aangetast waren. En is dat bespaard gebleven? Of heeft dat ze is bespaard gebleven. Dat is het enige wat er bespaard is gebleven. Verder heeft ze een hele erge leidingsweg gehad. En toen het moment daar was, ben ik er naartoe gegaan. Ik heb haar hand vastgepakt. Ik heb gezegd, gelukkig. Ze was gestrijd. De strijd was over. Ja. Is er verlossing? Was een verlossing. Voor jullie beiden? Voor beiden, ja. Als zo'n strijd, dan kun je niemand, echt niemand. Nee. En, ja. Maar je hebt er nog last van, want je zegt ook met je baan, ben ik verloren, die is kwijt. En ik heb het eigenlijk nooit verwerkt. Je hebt het misschien wel een plekje gegeven, maar het is nooit verwerkt geweest. Niet echt verwerkt. Je ontvlucht vaak dingen. Je gaat dingen ontvluchten. Vooruitschuiven. Dat komt nog wel, maar dat komt niet. Op een gegeven moment is het klaar. Dan is het boom. En nou is het dit. Wat was haar favoriete uitspraak? Carpe diem. Ja. Pluk de dag. Ja, pluk de dag. Altijd al? Altijd. Ja, altijd. Ik heb ze 25 jaar en 25 dagen mogen kennen. Toevallig. En dat was altijd haar levensmotto. Pluk de dag, hoppatee, geniet ervan. Ja. Dat was. En vandaar ook dat liedje, want het programma is natuurlijk ook gebaseerd op een liedje. Liedje is herinnering. Ja. Als je het liedje hoort, dan weet ik op welke plek, op welke tijd ik ergens was. Ja. Ogen sluiten en dan zeggen, ik heb heel vaak de uitspraak gedaan, geesten bestaan. Ja. Want als je je ogen sluit, kan ik je voor de geest halen. Ja. Dus een heel andere geest dan als in de bedoeling. Maar dat betekent wel, als je het liedje hoort en je sluit je ogen, dat je wel even teruggaat. Ja, tuurlijk. In de tijd. Ja. Die mooie momenten, misschien ook wel hele vervelende momenten, maar uiteindelijk wel het berustende. Ja, ja. Vind je dan ook die troost in het liedje? Jawel, echt. Je hebt het geluk teruggevonden. Ja. Het stukje geluk draag je mee in je hart. Mm-hmm. En het levende wordt aangevuld door jouw vriendin. Ja. En door je kleinkinderen. Ja. Het is gewoon, of je voor de tweede keer een hoofdprijs wint in de loterij. Het is gewoon geweldig. Maar Lidie? Die hoort erbij. Nee, die wordt niet aan de kant geschoven. Nee, ja. Okay. En Johan ook niet. Dat is goed. Nee, die maken een onderdeel uit. Die twee die blijven altijd een onderdeel. Beschermengeltjes. Ja, zeker. Die meekijken. Ja, zeker. Ja, Jos, een moeilijk moment. Maar de camera is van jou om even je tot Lidie te richten. En het plaatje speciaal op te dragen aan haar. Lidie, ik genoot gewoon altijd van jouw aanwezigheid. En ik ben blij dat we 25 mooie jaren hebben gehad. En het liedje Geniet van het leven, dat was jouw motto. Pluk de dag, geniet van het leven. En dan wil ik graag opdragen aan jou. Van chef Diederik. Meid, bedankt voor alles. Dankjewel. Much pals and plezier. Du lefst doch mein Ends. Was drauf's es hütte lad is, dann höchst du später wann. Genieht es van het leven, solang es hütte noch kann.
De ene wil dit en de andere dat. Soms moest het nog kriegen of hebst het gehad. Het is ravelen en tjoeften, belangrijk is geld. Maar gezond zijn is meer waard op deze wereld. Geniet van het leven, zolang als de kind. Maak spas en plezier, doe leefs toch met eens. Want straks als het te laat is, dan hebst de spieter van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Kan toch zo schoon zijn, vergeet dat toch niet. Al hebst het die zorg en al die verdriet. Wat er mag gebeuren, verlies nooit de moed. Want vroeg of laat komt toch alles weer goed. Geniet van het leven, zolang is de kind. Maak spas en plezier, doe leefs toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan hebst de spieter van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Te laat is, dan hebst de spieter van. Geniet dus van het leven, zolang is het nog kan. Ook dat ik een berichtje voorlees voor je dierbare. Stuur dan een mooi, kort, beknopt verhaaltje van minimaal 1/3 pagina, een A4'tje, naar 0@tv73.tv. Vergeet je naam en de naam van je dierbare niet te vermelden, alsmede ook het liedje wat helemaal bij jullie past. En ik ga dan een selectie maken, ik haal het er dan ook uit. En excuus voor al die mensen die dat ook zo graag willen, maar er komen natuurlijk heel veel berichten binnen. En uiteindelijk kan gewoon niet iedereen op haar wenken bediend wordt. Dat lukt gewoon niet. En ik hoop dat u dat ook begrijpt. Patty Sabel, die schrijft een mooi kort verhaaltje over haar tante Corrie Sabel. Die is vandaag, schrijft ze, 1 jaar overleden. Ze heeft ervoor gevochten, voor de ziekte die ze had, tot de laatste dag. En we missen jou nog elke dag. Het liedje dat ze wilde draaien of laten horen is Ga niet weg bij mij van Gordon en Replay. Er zijn ook artiesten die vaak voorbij komen in dit programma, want er zijn heel veel aanvragen voor gekomen. Ik wil niet alleen dat ik het liedje wil laten horen voor mezelf, maar ook voor mijn oom. En natuurlijk mijn liefste neef die een spierziekte heeft. Nou, uit naam van Patty Sabel laten we nu even gaan kijken naar Gordon en Replay. Ga niet weg bij mij voor haar tante Corrie. Wat je ook doet, ga nog niet weg.
jij weer voor me staat. Weet niet meer wat de dagen zijn. Zonder jou geen moment zonder pijn. De zon schijnt niet meer, regen valt als tranen neer. Pak mijn hand, geef me nog een kans. Ik hou van jou, het is de mooiste romans. Zo is schat, ik beloof, als de hemel bestaat, hij voor jou en voor mij is gemaakt. Ga nog niet weg, ga nog niet weg bij mij. Is toch nog niet voorbij, als ik zie hoe je kijkt, hoe je lacht, hoe je praat. En als je gaat, wordt alles herinnering. Verlies leven zijn schittering. Elke dag, elke nacht, moment, een moment, dat jij weer voor me staat. Als de nacht, zonder maat, zonder maat, als de nacht, net zo leeg voelt mijn verder bestaan. Dus ga nog niet weg, zeg geen vaarwel. Zonder jou hier bij mij is mijn leven. Dit was aflevering 2 van het programma Ik Mis Je. Een programma waar veel reacties uit voortkomen. Veel emoties uit voortkomen. Dat is alleen maar goed. Herinneringen natuurlijk ook. En dat is belangrijk. Heb jij ook iemand die je wil herinneren door middel van een stukje tekst, een mooi verhaaltje en zijn of haar lievelingsmuziek? Stuur dat dan in naar 0@tv73.tv. Vergeet het niet, hè. .tv. Voor zover sluiten we af. Als je naar aanleiding van dit programma ons nog iets wil vertellen of melden of schrijf het van je af, stuur het gewoon ook naar hetzelfde e-mailadres 0@tv73.tv. Het programma is mede mogelijk gemaakt door hemelboek.nl. Op hemelboek.nl is een social media, zou maar zeggen een Facebook voor onze dierbaren. Dus een Facebook voor mensen die zijn overleden. Maak een pagina voor je dierbaren aan en ga onmiddellijk naar hemelboek.nl, een initiatief van TV73. Bedankt voor het kijken. Ik wacht vol spanning de volgende reacties af. En vol respect zal ik die ook de volgende keer weer behandelen. Dankjewel en tot de volgende keer. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hemelboek. Hemelboek.nl houdt herinneringen levend. Maak ook voor uw dierbare een pagina aan op hemelboek.nl. Want ook uw dierbaren mogen nooit vergeten worden.